6 plantaardige oliën voor mooie wimpers. 6 plantaardige oliën voor mooie wimpers. Het regelmatig aanbrengen van deze plantaardige oliën zorgt ervoor dat je wimpers dikker en sterker worden en kan er zelfs voor zorgen dat ze sneller groeien en minder vaak uitvallen. Je wimpers spelen een beschermende rol in je gezicht. Wellicht realiseer je je dit niet, maar je wimpers hebben de taak om invloeden van buitenaf, zoals stof en viezigheid, uit je ogen te houden. Daarnaast maken ze een groot deel uit van je uitstraling. Mooie wimpers staan gelijk aan een mooi gezicht. Het probleem is dat omgevingsfactoren je wimpers zwakker kunnen maken, kunnen voorkomen dat je wimpers groeien en ervoor kunnen zorgen dat ze een stuk dunner worden. Hoewel er tegenwoordig genoeg cosmetische producten bestaan om dit soort problemen tegen te gaan, zijn deze producten helaas vaak zeer prijzig. Gelukkig bestaan er ook andere manieren om mooie wimpers te krijgen dan door een hoop geld uit te geven. Zo bestaan er allerlei natuurlijke middeltjes die je wimpers op een soortgelijke manier als conventionele middelen kunnen voeden en versterken. Daarom delen we hieronder 6 plantaardige oliën die beslist een plekje in je schoonheidsroutine verdienen. Probeer ze zelf eens. Oliën voor mooie wimpers. Als je mooie wimpers wilt krijgen, kun je gebruik maken van verschillende natuurlijke oliën. Jojoba olie staat bekend als een van de beste manieren om de groei van je wimpers op natuurlijke wijze te bevorderen. Deze olie is namelijk rijk aan keramiden. Dit zijn essentiële vetzuren die de haartjes diep kunnen voeden en zo haaruitval kunnen voorkomen. Hoe gebruik je jojobaolie? Doop een watje of schoon mascaraborsteltje in een beetje jojobaolie en breng de olie dan van de wortels tot de puntjes aan op je wimpers. Doe dit voor de beste resultaten elke avond. Als je wilt, kun je de jojobaolie ook mengen met gelijke delen olijfolie of kokosolie. Elke vrouw wil wel dat haar uitstraling zowel verleidelijk als aantrekkelijk is. Het trekt ongetwijfeld je aandacht wanneer je iemand ziet met perfecte ogen en wimpers. Het is echter niet zo simpel om ervoor te zorgen dat je wimpers er altijd mooi uitzien en lees meer. Rozebottelolie is vanwege de vochtinbrengende en genezende eigenschappen in de afgelopen jaren erg populair geworden binnen de cosmetische industrie. Misschien word je er echter blij van om te horen dat rozebottelolie ook geweldig is om je wimpers sterker te maken en uitval te voorkomen. Hoe gebruik je rozebottelolie? Maak je wimpers elke avond nadat je je make-up hebt verwijderd, even nat met een beetje rozebottelolie. Dit kun je doen met je vingers of met behulp van een schoon mascaraborsteltje. Amandelolie. Amandelolie staat vooral bekend om het hoge gehalte vitamine A, B en E. Vitamines die allemaal een antioxidante werking hebben die kan helpen om je wimpers te beschermen tegen de zon en schadelijke factoren uit de omgeving. Daarom is amandelolie geweldig om je wimpers te voeden en de groei ervan te bevorderen, waardoor ze dik en prachtig worden. Hoe gebruik je amandelolie? Doop een watje in wat amandelolie en breng de olie zo aan op je wimpers. Laat de olie gedurende de nacht zijn werk doen, zonder het de volgende ochtend te verwijderen. Doe dit elke avond voor het slapen gaan.
Wonderolie. Deze plantaardige olie, die het product is van de Ricinus communis plant, wordt al honderden jaren gebruikt als een alternatief cosmetisch product. De goedheid van deze olie is voornamelijk te danken aan de vetzuren en vitamines die het bevat, die kunnen helpen om de uitstraling van je haar en nagels te verbeteren wanneer je de olie uitwendig aanbrengt. In dit geval maken we gebruik van wonderolie om onze wimpers te hydrateren en langer te maken. De voedingsstoffen die deze olie bevat worden zeer gemakkelijk door de wimpers geabsorbeerd. Hoe gebruik je wonderolie? Verdeel een klein beetje wonderolie over je wimpers en laat het gedurende de nacht zijn werk doen. Als je vindt dat de olie onaangenaam aanvoelt, dan kun je het ook mengen met een beetje olijfolie. Kokosolie. Biologische kokosolie is een plantaardig product dat je op allerlei manieren kunt gebruiken in je schoonheidsroutine. De middellange vetzuurketens kunnen samen met de antioxidanten en essentiële mineralen die kokosolie bevat, helpen om je wimpers sterker en volumineuzer te maken. Hoe gebruik je kokosolie? Maak een beetje kokosolie warm op je vingers en breng het zo aan op je wimpers. Laat het op je wimpers zitten zonder het ervan af te spoelen. Doe dit elke avond. Als je wilt, kun je kokosolie ook gebruiken als make-up verwijderaar. Olijfolie. Als je graag dikkere, beter gehydrateerde en sterkere wimpers zou willen hebben, dan hoef je je wimpers eigenlijk alleen maar regelmatig te verwennen met extra virgin olijfolie. Hoe gebruik je olijfolie? Verwarm een kleine hoeveelheid olijfolie. Controleer of de olie niet te heet is en breng het dan aan op je wimpers. Laat het gedurende de nacht zijn werk doen. Doe dit minstens 3 keer per week. Merk je dat je wimpers de laatste tijd sneller breken? Wil je je wimpers verwennen en ervoor zorgen dat ze er mooi uit blijven zien? Kies dan een van de oliën voor mooie wimpers die we hierboven hebben gedeeld en ontdek zelf hoe effectief ze kunnen zijn.